Een dag na haar uitverkiezing als Miss Turkije 2017 is de nieuwe schoonheidskoningin haar titel kwijtgeraakt vanwege een tweetpunt die Theresen had op de verjaardag van de mislukte coup in Turkije, 15 juli, getweet, ik ben vanmorgen ongesteld geworden, om de Martelarendag te vieren. Ik vier de dag dat ik voor onze martelaren bloed. President Erdogan heeft 15 juli tot Martelarendag uitgeroepen, ter ere van de burgers en militairen die omkwamen bij het neerslaan van de coup-poging. Bij de mislukte coup in de zomer van 2016 kwamen zo'n 250 mensen om. Imago, de organisatie van de misverkiezing, noemt de tweet onacceptabel en onverenigbaar met het streven om op te komen voor het imago van Turkije in de wereld. De dag na de verkiezing kwam de organisatie erachter dat de 18-jarige Ece de tweet had geschreven. Het meisje dat nummer 2 werd bij de verkiezing is nu uitgeroepen tot Miss Turkije 2017.